Ik zie Exact altijd liggen als ik langs de snelweg rij, maar nu zie ik het eens even van binnenuit. Ik van der Meijden van Exact. Ik ken hem nog uit de tijd van KPN en Getronics, En ik wil eens even wat vragen over zijn mobiliteitsstrategie. Uh, Erik, je hebt een interessante mobiliteitsstrategie. Wat is je doelstelling daarbij? Ja, we hebben als Exact een doelstelling gekozen om in vijf jaar tijd naar een zero-emissie wagenpark te gaan. Dat betekent dat we eigenlijk over een periode van vijf jaar naar een volledig elektrisch wagenpark gaan. Uh, dus echt nul emissie, 0%. Nul gewoon van die plug-in hybrids, de Opels, Ampera's, de Volvo V60? Uh... Wij, wij geloven niet in het hybride concept, omdat je nog steeds een CO2-uitstoot hebt. En tot nu toe is met name de, het bereik van de auto een belangrijke beperkende voorwaarde geweest. Nou, we denken dat met nieuwe auto's die op de markt zijn gekomen, uh, die een range van, van 300 tot 500 kilometer halen, dat we daarmee perfect ons beleid kunnen gaan invullen. Dus ook een absolute voorwaarde, minimaal bereik van 300 kilometer. Dus ik zou bij deze een oproep willen doen aan alle autofabrikanten. om zo snel mogelijk met dit soort auto's op de markt te komen. Want, want wij hebben deze strategie en we gaan het binnen vijf jaar invullen. Ja. Dus ja, er zijn natuurlijk enorm veel auto's. die meer dan 300 kilometer uh, range hebben, elektrisch. Ja, <laughs> Nog eentje eigenlijk op dit ogenblik. Maar hoe, uh, waarom kom je ertoe? Waarom doe je dat? Nou, wij we hebben natuurlijk als beursgenoteerde onderneming een uh, CSR-beleid, Corporate Social Responsibility. Maar ik geloof zelf daarnaast heilig in innovatie. En ik denk alleen door ambitieuze doelen te stellen dat je uiteindelijk in staat bent. Om innovatie in de wereld een succes te laten worden. En dat je daarmee bijdraagt aan een betere wereld met minder vervuiling. En uiteindelijk uh, ja, een, 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 een beperking. Ja, dat, dat hoor ik van heel veel bedrijven. En iedereen heeft zo'n uh, zeg maar, zo beleid. Uh, gisteren was bij KPN en die doen daar ook alles aan. Zeg maar. maar ik heb maar weinig bedrijven die zeggen we gaan binnen vijf jaar naar een volledig elektrisch uh, uh, zeg maar, wagenpark. Hoe ben je daar zo toe gekomen? Nou, ik geloof alleen door ambitieuze doelen te stellen, echt ambitieuze doelen, dat je dan een verandering teweeg brengt. Anders gaat het heel geleidelijk, eh, incremental change, hele, hele kleine stapsgewijze veranderingen. En ik geloof meer in grote veranderingen. En dat kun je alleen maar doen door heel ambitieus te zijn. Eh, ik denk dat de politiek in Nederland dat ook zou kunnen doen. Ik heb dat ook wel eens in, in BNR gezegd. Eh, waarom zegt de politiek niet, we willen in tien jaar tijd eh, in Nederland alleen maar elektrisch eh, rijden? Want Nederland is qua land daar perfect geschikt voor. Dat kan heel, heel makkelijk. En ik zie het dus als een, een bold statement. Hoe van, uh, ga je dat aanpakken? Je moet zelf het goede voorbeeld geven. Waar ga je zelf in rijden? Ja, mijn uh, Tesla Model S uh, die staat in bestelling. En die komt uh, binnenkort. Uh, kom... Even op, op wachten, zeker. Moet even op wachten. Er een uh, nou, redelijke leventijd op. Valt, uh, valt wel mee. En ik ben dan de eerste. En daarna gaan er diverse andere volgen. Dat zijn enkele tientallen mensen die dan uiteindelijk in de Tesla Model S gaan rijden. En per auto die op de markt komt die aan die range van minimaal 300 kilometer voldoet. Puur elektrisch, zonder Range Extender. Ja, die gaan, daar gaan we naar kijken en die gaan we dan in het pakket opnemen... zodat we binnen een periode van vijf jaar de hele organisatie daarmee zullen uitrusten. Dus nou, directie en zo en, en topmanagement met Model S is geen straf. Dat zal waarschijnlijk wel lukken als dat kan. Hoe krijg je de rest van de organisatie mee? Ik denk dat er uiteindelijk voor elke categorie auto's uitkomen... die zo boeiend en interessant zijn en zo innovatief zijn... dat mensen daar heel graag in, in willen rijden. Wat vind je leuk aan de Tesla? Uh, ik vind het een mooi concept, omdat het een, uh, ja, een bijna een rijdende iPad is, zou je kunnen zeggen. Het is... Het is uh hard gaat harder kloppen. Ja, ja, ja. als softwareman uh, uh, vind ik de Tesla een heel mooi voorbeeld van hoe software ingenieur, uh, ingenieurs een auto hebben ontwikkeld. Uh, in plaats van auto-ingenieurs die een beetje software in de auto hebben ingebouwd. In het volgende interview gaan we eens even praten hoe Erik zijn exact eigenlijk gaat transformeren. Want hij zitten dezelfde uitdagingen om van uh, zeg maar software en software as a service naar clouddiensten te gaan. Dus daar gaan we dan even over praten. Dus bedank je wel.